Een protocol heeft geeft standaardisatie aan. Er is een verschil tussen protocollen en maatregelen. Dit zegt Virginia Assin Oostburg, voormalig directeur van Surveillance Disease Prevention and Control van de Caribbean Public Health Agency. Ze was vanmorgen te gast in het programma ATV COVID-19 Update. Oostburg zegt dat een maatregel gezien moet worden als de aangekondigde regels van de overheid ter preventie en bescherming van het COVID-19-virus. Een voorbeeld hiervan is het dragen van een mondkap en het houden van de sociale afstand. Als er over protocollen gesproken wordt, dan betekent het dat de maatregelen gestandaardiseerd worden. Naast het hebben van protocollen moet er ook sprake zijn van standaard operationele procedures bij bedrijven. Dat zijn je SOP's, aha, waarbij in jouw SOP, en dat moet bekend zijn bij iedereen, ja, goed gecommuniceerd, iedereen moet ze kennen. Want iedereen moet weten, als een bezoeker komt, wordt de bezoeker bij de deur ontvangen, gecontroleerd dat je temperatuur, want dat hebben ze gedaan toen ik binnenkwam, ja, ja, temperatuur laten zien, 36 punt zoveel, ik had mijn gezichtsbedekking op, kom binnen, ontsmetten, je komt verder binnen, ontsmetten hier. Dat zijn dan de standaardprocedures. Iedereen weet op welk moment moet ik wat doen. Ja. En dat is faciliteren van het gedrag. Ja. Ja. Waardoor het nou voor de mensen makkelijker wordt om zich te houden. Want het is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, maar het is ook de verantwoordelijkheid van de plek waar jij vertoeft. Ja. En dat wordt neergelegd in standard operating procedures. Okay. Assin Oostburg benadrukt dat het belangrijk is dat mensen hun mondkapjes dragen. Zodra iemand zich in het publiek begeeft, kan die in contact komen met anderen. Maar als je loopt op straat, in de winkel, mensen passeren je dichtbij, je bent in de winkel, onverhoopt komt iemand langs je. Je moet hoesten, je moet sniezen. Je bent nooit snel genoeg om je maskertje op te zetten, om je gezichtsbedekking op te zetten. Precies. Dus de preventie eist van ons dat we wel onze gezichtsbedekking op hebben. En dat het hebben van al die maatregelen, de handhygiëne, de afstand en de mondkap, is dat je alle maatregelen die jij als persoon kan treffen om jezelf te beschermen, maar ook de anderen te beschermen, die moet je in acht houden. Ja. En dan kan je natuurlijk ermee gaan spelen. En dat is gevaarlijk. Je moet alleen maar ermee kunnen spelen wanneer je 100% zeker bent dat alle maatregelen die getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld, zoals nu kan zeggen, even de mondkap niet, dat die in place zijn. En dat is belangrijk. Ontsmetten van de omgeving en een goede ventilatie en een afstand waarvan we zeker zijn dat geen enkele druppel tussen ons beiden kan treffen. Tot zover Virginia Assin Oostburg, voormalig directeur van Surveillance Disease Prevention and Control van de Caribbean Public Health Agency. Ze sprak vanmorgen in ATV COVID-19 Update.